Yo mensen, morgen hier. We zijn hier weer terug met een nieuwe video van Call of Duty Black Ops Cold War. Ja, ik was net eventjes al druk bezig. Maar ja, zo te zien ging het dus eventjes mis. Ik had gelijk drie vijanden op mijn oog. Dus ja, leuk, lekker, fijn. We gaan even op de newbie manier spelen vandaag. Mensen die de RPD gebruiken. Op zombies wil ik hem wel gaan trainen. Hier heb ik zoiets van... Nou, laten we het dan maar zo doen. Zo, en ik heb gelijk mijn hele magazijn leeg. En natuurlijk te lang om deze kringen te herladen. Ja, ik ga gewoon rondjes lopen en dan maar zo. Hup, jammer. Nou ja, we doen het even op de newbie manier, want heel veel mensen spelen met dit wapen. Ik heb net daarvoor eventjes een dingetje gekocht. Zodat hij goed in zit. Ik ga niet campen, dat weiger ik sowieso. Ja, eens even kijken. Kijken hoe het gaat lopen nu we alles hebben. En ja, zijn aim is in ieder geval heel kak. Ah god, ja, ik zocht hem, maar ja. Ik zocht hem, maar ik was aan het herladen, dus ik kon dit wapen niet gebruiken. Jammer genoeg. Dus ja, dat ging met dinges. Ja, RPD. Gaan we sowieso trainen in zombies? Daar ben ik van plan om... Bam. Hoor eens sliden. Ja, god, daar zat er eentje in het hoekje. Was al aan het zoeken, maar ja. Deze kunnen is heel moeilijk te herladen en te handelen. Nou ja, we proberen het wel. Ik zal er wel een scopie op gaan pleuren. Dat ik in ieder geval meer accuracy heb. En sneller kan inzoomen. Hoop ik. Maar dat zal niet zo snel gaan. Haha, netjes. Is poes. Ja, god, er zat nog een snipertje daar. Om het te rachen. Even kijken, die zal hier beneden zitten, die sniper, denk ik. En even kijken. In ieder geval, nu ik in het team zit, gaan we wel wat beter, maar ja. De newbie manier. Doen er zo nog een potje mee, trouwens. Nou ja, ik zag hem een beetje later. Dan echt een beetje later. Oh, we hebben hem. We hebben hem. En ja, ik ben een beetje stil misschien, maar ja. Dit is een kakmap. Hoor het randje. Jammer maat, ik zag je daar. Sneller door dan de gemiddelde. Hebben ze. Weet je, een kogels over. Ik moet zo herladen. En helaas heb ik een. Even snel herladen. Oh, thank god, gelukt. Hij zag me niet, dus ik ga via deze route. Ik weet niet of hij me dan nog door hebt. Want ja, ik kan mensen hiermee irriteren, maar ik ga deze klas niet super vaak gebruiken. Daarmee heb je geluk dan.
ik andere klassen ook wil gaan gebruiken. Ah! Oh! Ik had ze daar wel door, maar hij had de M16. Ja, en die overruled dan sowieso. Twee tegelijk. Niet te pakken. Jammer. Multiple hostile spyplanes detected, oké. Okay. Zie je wel iets hier? Oh. Even wat zacht lopen. Neer. Jammer. Met zo. Vindt goed. Vindt goed, jongens. Vindt goed. Oh, en neer. Nog eentje erbij. Ik had er eentje doorlopen, maar het is niet zo. Ik laat even hier snel. Dan gooi ik snel mijn dinges neer. Oh. Drie kills. Genoeg kills. Er is een Oh. Oh, ik zit op een 7 killstreak, jeetje. Acht killstreak totaal. Lekker. Was een goed potje dit. Is echt een lekker potje. Ga 24 om 8. We kunnen niks. Mis. Victory. 25-8. Lekker potje. Good job, team. All mission objectives met. Deze is de best play. Oké. Okay. Die zat wel te campen en ik zal maar rond te lopen. Ik vind het prima potje. 3 tegen 12. Met een RPD. Dat was een newbie wapen. Nou ja, op naar een tweede potje, jongens. Dus we zijn lekker bij het tweede potje. Dus laten we maar snel eventjes dit gaan doen. Kaarten. Komt goed. We gaan op Nuketown, dus hierbij ga ik niet de noobwapen gebruiken. Pak de AK-74U, een van de beste, betere wapens in de game. Die gaan we eventjes ook gebruiken. En laten we maar snel gaan beginnen daarmee. Wie scheelde daar nou? Zeker de enemy. Serieus, shotgun. Domination, nice. Nah, die werkt niet zo heel erg super. Nog heel veel die. Die is wat beter. Wat? Was dat een shotgun? Of was het een tactical rifle? Ja, ik ben naar mijn Milano geswitcht. Ah, ja, die ging al... Die ging al pre-firen voordat hij me zag. Nuketown is altijd chaos, maar ja, dat weet iedereen. Kan er soms nou ook de span uitkomen of je wordt alweer genakt. Dat was een... Zag jou, vlak voor me. Hier, je schoot al voordat je me zag. Niet slim wat je doet hoor, kogels verspillen. Ah, van die purple marker dingen. Deze heb ik een verkeerde kun gepakt, maar ja, dat is mijn schuld.
Opbokken. Ja hoor, weer die kak shotgunner. Kan je dan echt niet een ander geweer gebruiken dan je shotgun? Hoe slecht kan je zijn? Daar valt hij. Nee jongen, M5 is niet goed. Ik heb geen MP5 klas. Moet ik even weer fixen die MP5. Ik zit vast, ik zit vast. Ja, deze gaan we verliezen jongens. Bam, troost systeem voor. Oh, double kill daar. Oeh, serieus, ik gooi mijn volle kracht erin. Ik heb geen mech natuurlijk. Terug naar de akka. Ah, die rosse is ook niet goed. Ik ga binnenkort even mijn klas veranderen hoor. Mond dat heel nog steeds die AK gebruiken. Dat is er niet voor jou, toch iets beter. Teammate, godverdomme. Ah, ik zie het al. Oh, een RPD en die. Nou, prima. Jullie krijgen het. Jullie kunnen het krijgen, jongens. Oeh, hij bleef schieten. Nou, dan weet ik het toch ook zo doen. Wordt er flink ingemaakt. Ja, dit potje ga ik een beetje slechter. Wacht ik. Maar ja, komt hij weer met zijn kak shotgun. Ja, is een beetje laat jou. Ik zag hem echt een beetje laat, die gast. Oei, oei, oei. Ja, ze zitten... Dus hij zit alleen maar te pre-firen. Alleen maar. Nou, dit is niet gelukt. 1920. Oh, mijn god, wat een kakpotje was dit. Oei, oei, oei. Ja, met zo'n kak Magnum. Elf schiet hij mis. Oh ja, dat is mij op mijn teammate, maar ja. Oh, nou, dit was niet echt een gamer om te doen. Ah ja, mensen, super dank voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Later!